Ik ben Janette en leuk dat je kijkt naar een nieuwe weekvlog. Het is vandaag maandag 15 april en ik heb voor jullie een nieuwe weekvlog. Ja, ik zeg geen juffenweekvlog, omdat ik ga een beetje stoppen met het alleen maar richten op de juffencontent. Tuurlijk film ik mijn week en werk ik 5 dagen in de week, dus er komt ook gewoon nog heel veel juffencontent in. Alleen ik wil nu ook gewoon meer mijn leven een beetje buiten school laten zien. En dingen die ik dan doe, wil ik ook laten zien. Dus ook met shoplogs en beauty en dat soort dingen. En ik wilde gewoon een beetje af van alleen maar die juffen dingen. Dus het is niet dat dat helemaal weg is, maar het is gewoon minder. Dus ik hoop dat jullie dat leuk vinden en dat je er een beetje zin in hebt. Doe dan zeker een blauw duimpje omhoog en dan veel kijkplezier. Ik heb nu ook al 2 weken niet gefilmd. Ik kan even laten zien wat er een beetje veranderd is in mijn klas. Niet superveel hoor. Maar we hebben wel 2 leuke knutselwerks gehad. Deze tekening voor de lente vond ik wel heel erg leuk. Best wel simpel, maar wel heel erg leuk. En we waren dus begonnen aan deze voor Koningsdag. En die vond ik ook echt superleuk. Moet ze dus een kroontje, een sportvoorwerp en een t-shirt. Het ziet er wel heel erg gezellig uit. En we gaan deze week ook beginnen aan de moederdag cadeautjes. Dus ja. Dat. Het is nog 2 weken en dan heb ik lekker meivakantie. Ik kan echt niet wachten. Maar ik ga proberen dingen te filmen, maar ik heb dus ook voor het eerst een stagiair. En ik vind het een beetje awkward om die camera dan neer te zetten, dus ik moet daar even naar kijken. Dus ik ga even koffie halen en dan ga ik mijn dag beginnen. Ja, dus het is de laatste les dat we aan de dierentuin gaan werken. Maar je kan hem natuurlijk op school houden en een andere keer afmaken. Even die van jou laten zien. Heel leuk. Mooi. Ja. Nou, het gaat dus nu vooral over social media. En eerst wil ik met jullie een soort spelletje doen. Als je het eens bent. Als je het eens bent. Dan ga je staan. Ben je het oneens. Dan blijf je zitten. Ja? Dus dan ga je zitten. Ik ga een stelling opnoemen en jullie kiezen voor jezelf. Er is niet een goed of fout. Dus je mag het ook helemaal zelf bepalen of je eens of oneens. De eerste is, het is oké om foto's van vrienden zonder hun toestemming op social media te plaatsen. Het doorsturen, nee even zonder reageren, gewoon staan of zitten. Het doorsturen van privéberichten aan anderen is nooit acceptabel. Het is belangrijk om altijd na te denken voordat je iets online deelt. Online privacy is niet zo'n grote zorg. Ik heb niks te verbergen. Ouders en leraren overdrijven de risico's van social media. Ik heb wel eens mijn wachtwoord gedeeld met mijn vriend of vriendin. Oké, nou, de dag is voorbij. Ik heb even een hele goede dag gehad. Heel druk ook. We hebben aan de musical gezeten. Ik wilde eigenlijk een stukje filmen, maar we gingen ook een beetje aan de solo's. Dus dat vond ik een beetje too much om dat te doen. Dus ik ga nu even een klein beetje opruimen. Vanavond ga ik sporten. En ze hebben dus vandaag hun dierentuin afgemaakt. Bij Reken had ik dus echt een superleuke opdracht dat ze een dierentuin moesten ontwerpen. En ze vonden hem echt heel erg leuk. Dus ze hebben er echt de hele week vorige week aan gewerkt. En dit is dus de opdracht. Heel erg leuk. Good morning, het is vandaag dinsdag. Ik ben echt mega laat, dus ik moet even gaan opschieten. Zo. Ik moet ook nog het bord in orde maken. Oh, en ik moet ook nog de deur open doen. Super. Zo. Nou, mijn klas is in ieder geval helemaal opgeruimd, dus dat vind ik heel fijn om zo te beginnen. Maar ik ben mijn waterfles kwijt. Ik kon hem gisteren ook al niet vinden. Ik heb echt geen idee waar die is. Het is middag, de kinderen zijn naar de gym. Volgens mij heb ik vandaag niks gefilmd. Ik weet het eigenlijk niet. Maar in ieder geval, voor een leuke spellingsles, want morgen heb ik studiedag, dus morgen zijn de kinderen vrij, hebben we weer een wandelwoordzoeker gemaakt.
En ik zal even laten zien hoe ik het heb gedaan. Nou, ze hebben namelijk het nieuwe woordpakket. Zijn leenwoorden. Zoals bijvoorbeeld trottoir, ambulance, parachute. Een beetje deze woorden. Dus we hebben daar plaatjes van opgezocht. Ze liggen hier en genummerd. Oh, dit is bijvoorbeeld confetti, ballerina, discjockey, barbecue. En die plaatjes moeten ze dus hier opschrijven en dan zoeken in de woordzoeker. Dus dat hebben we nu even samen gemaakt. Ik had al verteld dat je vandaag kwam. En ze hebben de Koningsdag ding afgemaakt. Dus die is nu ook bijna klaar. En we gaan zo meteen nog even de dansjes van de musical oefenen. Want volgens mij heb ik dat... Nee, dat heb ik wel verteld. We gaan dus de musical zo goed als nieuw doen. En vorige week zijn we begonnen met de dansjes. Alleen wij doen dus niet de dansjes die er echt helemaal bij zitten. Omdat die net wat te moeilijk zijn. Dus ik ga ze zo meteen eventjes oefenen. Voordat ik ze aan de kinderen laat zien. Vorige keer hebben we een half uur gedaan over één dansje in studeren. Dus ja, we moeten echt eventjes... Ja, nou op zich, die andere zijn ook wel makkelijker dan deze. Dus dat scheelt. Dus we gaan nu eventjes die dansjes oefenen. Ik ben dus wel echt benieuwd als wij die dansjes gaan doen of dat er nog in zit. Ja, maar ik ga het gewoon nog één keer natuurlijk herhalen. Oké, ik ga kijken of ik hem nog weet. 1, 2... Ja, dit gaat wel lukken. Ja, dan moeten we alleen nog even die andere herhalen. Hallo! Het is vandaag woensdag en ik had vanochtend al eventjes gefilmd, want ik ging even mijn make-up doen. Alleen toen was mijn camera leeg en toen viel die uit. Heb ik hem gelijk even opgeladen. Ik ben nu op werk, we hebben vandaag studiedag. Dus niet dat de kinderen er zijn, maar een studiedag. En dan gaan we allemaal dingen bespreken. En ik dacht misschien vinden jullie het leuk om even te weten hoe het tot nu toe gaat met de musical en wat ik tot nu toe heb gedaan. Nou, als eerst heb ik online heel veel gekeken naar leuke musicals. En je hebt op YouTube eigenlijk bijna altijd de hele complete musical online staan. Dus daar heb ik heel veel naar gekeken. Toen had ik een top 3 gemaakt en uiteindelijk heb ik er dus één gekozen. En dat is de musical Zo Goed Als Nieuw. Nou, dit is van Rep en Roer. En misschien kennen leerkrachten dat wel. Maar het is van deze organisatie. Rep en Roer. En zij hebben dus veel meer musicals. En wat ik zo leuk vond hieraan is, wij zijn een hele grote groep 8. Dus ja, er moest wel rollen voor iedereen zijn. En hier kon je gewoon het aantal inklikken en dan werd het gewoon gelijk voor je geregeld. En je hebt bij heel veel musicals dat je het zelf een soort van moet bedenken. En dat was bij deze was dat dus niet zo. Dus dat vond ik heel fijn. Toen hebben we het hele script gelezen met de kinderen. Dus we hebben de trailer gekeken, het script gelezen. Gewoon een beetje zoals ja, iedereen even een beurt gegeven. En daarna moesten ze een top 4 opschrijven. Nou, daar heb ik gewoon een formulier voor gemaakt. Ik kan die wel eventjes laten zien. Deze zon. Top. Oké, nou. Toen hebben ze in ieder geval ook allemaal het script gekregen. En toen hebben ze een briefje gekregen die ze dan thuis konden invullen. Even kijken of dat deze is. Ja, ik ga hem even laten zien. Zo, dit was het blad. Dus dan de rollenverdeling. En dan moesten ze een top 4 opschrijven. Het stond gewoon op één blad. Nu lijkt het een beetje gek. Nou, toen heb ik een tabel gemaakt van alle kinderen wie welke rol willen. En dan heb ik al mijn 4 keuzes erin gezet. En toen werd het puzzelen. Dat is eigenlijk het moeilijkst. Maar wat ik gewoon heb gedaan, de rol die door maar één iemand is gekozen, gelijk weggestreept. Dan heeft gelijk diegene de rol. En uiteindelijk hebben we dus geen audities gedaan, maar ben ik gewoon in gesprek gegaan met kinderen. Wat ik echt super fijn vond.
Dus dat is een beetje wat we tot nu toe hebben gedaan. En ja, het is echt een hele leuke musical. En de dansjes een beetje aan het oefenen. Maar ik ga dus jullie snel weer een nieuwe update geven. Good morning, het is vandaag donderdag. Had ik gezegd, deze week geen juffenweekvlog. Ik heb echt letterlijk alleen nog maar op school gefilmd. Gisteren hadden we studiedag, was heel erg interessant. En daarna heb ik lekker gesport en bij mijn vader sushi gegeten. En ja, nu is het alweer de volgende dag. Vandaag gaan we het moederdag cadeautje maken, want in de vakantie is het moederdag. Dus de kinderen moeten het voor de vakantie meenemen. Volgende week hebben we namelijk 2 weken vrij. Can't wait. Maar we gaan dus dit maken, een tegoedbonnenboekje. En daarin kunnen ze dus allemaal tegoed dingen zetten, zoals bijvoorbeeld een keer samen thee drinken of een massage of afwassen. En dan maken ze daar een leuk boekje van. Zo is het, ja, kost het niks en is toch heel erg leuk om te geven. Dus deze gaan we vandaag maken. Verder ga ik nu eventjes lekker ontbijten en alles even klaarzetten. En dat is eigenlijk een beetje de planning voor vandaag. Uit het puntje, puntje. Wat zien we daar? De keeper. Dit woord komt uit. Uit welke taal denk je dat het woord keeper komt? Uit Engels, heel goed. Hieronder, wat zien we daar? Het cadeau. Weet je toevallig uit welke taal? Je ziet dat ik niet zo fijn vind. Wat zeg je dan? Inderdaad. En hierboven, wat zien we daarboven? Een föhn. Die woorden die komen eigenlijk allemaal uit een andere taal. Maar die woorden gebruiken we wel in het Nederlands. Oh, hij staat nog op freeze. Dat is handig. Dit zijn leenwoorden. We hebben het wel eens vaker over leenwoorden gehad. En deze leenwoorden zijn voor dit woordpakket. Het Nederlands heeft veel woorden die uit andere talen komen. Uit het Frans, Engels, Duits en Italiaans. Dit zijn woorden die je moet onthouden. Schrijf het woord op en maak er een foto van in je hoofd. Nou, kijken we even naar de eerste 2 rijtjes. Je kan meekijken op het bord of in je schrift. Het cadeau, het trottoir, croissant, de parachute, de ambulance, de cake, de keeper, de barbecue, de disc jockey en het skateboard. Wie kent er een woord niet? Die woorden staan hier op het bord, maar er zijn straks ook weer 12 plaatjes verstopt. Die kunnen, luister even goed, hier buiten liggen op de galerij tot de hoek, dus niet het hoekje om. Ze kunnen ook nog daar beneden buiten liggen. Kunnen ook buiten het hek of heb je binnen het hek? Binnen het hek. En er liggen er ook een paar in de klas, die moet ik nog wel neerleggen. Je gaat de woorden zoeken. Het zijn woorden uit het woordpakket. En dan schrijf je ze hier op. Nou, hebben we al zo vaak gedaan. Het zijn 12 woorden. Die ga je doen. Moet ik ook nog even kijken. En dan hoef je les 1. Niet te maken. Ja. Nou, voor een opdracht van Blink van de kinderen. We hebben dus de experimentele keuken. Hebben we allemaal kooktechnieken. En ze mochten dus nu kooktechnieken toepassen. En dan hebben ze dingen meegenomen. Dus ja, ze hebben cake gemaakt. Maar hier ook soort mini pizzaatjes. Echt een hele leuke opdracht. Dus heel leuk. Dus dit gaan we straks met z'n allen eten. En dan gaan we de filmpjes bekijken. Want ze hebben eigenlijk een soort mini vlogjes gemaakt. Hoe ze dit dan hebben gemaakt. En ook verschillende kooktechnieken hebben ze dan gebruikt. Nou, en ze zijn dus nu bezig met een tegoedbonnenboekje voor moederdag. Kijk hoe cute. Gaan ze dit dus maken. Dus ze hebben nu een blad. Ik kan wel even een voorbeeld laten zien. Mag ik deze even laten zien? Kijk, en dan gaan ze dus een soort tegoedbonnenboekje maken. Gaan we dit lamineren en dan gaan we dat uitknippen. Nou, ik ben klaar met werk. Volgens mij heb ik helemaal niks meer gefilmd. En ik ben nu bij... bij mijn lieve kleine vriendinnetjes. En wat gaan we doen? IJs halen! Yeah! Oh. Nou, ik ben dus klaar met werk. Was echt heel erg leuk. We hebben echt heel veel zitten eten. En we gaan dus nu ook ijsje halen, want we hebben van die kortingsbonnetjes. Dus waar gaan we naartoe? De Chano! IJsje, IJsje. Oké. Okay. Oh, dat ging bijna. Ga jij op je stokpaard? Good morning, het is vandaag vrijdag. Ik heb helemaal gisteren de ijsjes niet meer gefilmd. Het was wel echt heel lekker.
En ik ga nu even mijn computer opstarten. Bijna weekend. Zo. En ik ga even mijn bureau opruimen. De computer niet aangezet. En volgens mij had ik het al laten zien, maar ze gaan dus dit voor moederdag maken. Een tegoedbonnenboekje. Heel cute. Maar ik ga nu even verder met opruimen. Mijn kinderen zijn namelijk bij de gym. Oké, nou, het is vandaag massagevrijdag. Elke vrijdag krijg ik lekker een massage. Heerlijk. Ik voel me helemaal ontspannen. Ik was helemaal nat geregend. Dus ik heb nu even mijn... wat is dit eigenlijk? Bodywarmer. Ja, jij doet mijn handen. Hallo allemaal. Welkom bij een nieuwe video. Doe even je duimpje omhoog. En abonneer op mijn kanaal. Nou, we gaan zo lekker eten. Lekker eten. Smikkel, smikkel. Smakelijk eten, chop haar op. Nee, tien. Laat al je vingers zien. Niet meer lopen, niet meer laten houden. Je vrouw in de gaten, tien. Laat al je vingers zien. Hey. We hadden iets van... 9. Nee, ik wilde die met... Ik ben thuis van werk, ik heb lekker mijn make-up eraf gehaald. Ik heb al 2 uurtjes in bed gelegen. En ik heb gewoon heerlijk gechilled. Vandaag was wel een goede dag op werk. We hebben echt een beetje gek gedaan. En nou, ik had dus vandaag, ik heb dus groep 8. En ik heb de hele dag mijn kinderen een beetje als kleuters behandeld. Dat vinden ze namelijk soms grappig. Ze hebben ook koekeloeren gekeken met de kleuters. Maar ja, het was een leuke dag, maar gewoon vermoeiend. En we hebben de dag afgesloten met het dansje van de musical. Maar dat verzin ik allemaal zelf. Dus het kost best wel veel energie. Dus ik heb net lekker in bed gelegen. Het is nu 8 uur, mijn vriend is er bijna en ik heb lekker lasagne gemaakt. En dit weekend zal ik wel proberen wat meer te filmen. Maar de lasagne zit dus lekker in de oven. En ik heb dan even de tafel gewoon een klein beetje gedekt. Zodat we daar zo meteen lekker samen kunnen eten. Dus dat. En nu heb ik lekker weekend. Niet echt plannen, maar ik ben gewoon helemaal gesloopt. Ik zie er ook slecht uit en mijn haar is heel vet. Maar ik denk dat ik morgenochtend ga sporten. En dan ga ik daarna gewoon lekker douchen en me klaarmaken. Good morning, het is vandaag zaterdag. Ik heb lekker de hele dag in mijn bedje gelegen. Nou ja, de hele dag. Het is nu middag en ik ga even boodschappen doen. Straks komt mijn vriend hier naartoe en gaan we denk ik even samen een stukje lopen of even wat leuks doen. En ik heb dus net even mijn nagels gedaan wel. Maar gewoon heel chill. Ik heb ze zelf even roze gedaan. En ik ga dus nu eventjes boodschappen doen. Ik heb nog geen make-up op, dat is wel te zien. Dus let's go. En even de gordijnen open doen. We hadden dus gisteravond hier het matras neergelegd. En toen gingen we dus heerlijk hier buiten. Hier buiten. Hier voor de tv zitten. Volgens mij is het wel lekker weer. Of is het, lijkt het lekker weer. Best wel lekker. Nou, ik heb boodschappen gedaan. En ik ga dit gelijk eventjes opruimen. En toen dacht ik, misschien is het leuk om even te laten zien, want ik ga lunchen. Ook al is het echt al 3 uur. Maar ik ga het toch eventjes aan jullie laten zien. Wat je doet, je doet er 1 ei in. Dit is gewoon voor 1 portie voor mij. 50 gram havermout. Een banaan. Een beetje eiwitpoeder. 100 ml melk. En een klein beetje kaneel. Dat ga ik er nu eventjes in doen. Zo. Oh, we hadden nog best wel veel eieren. Nee, maakt niet uit. Een ei. Nou, zo ziet het eruit. Ik moet hem nu even omdraaien. En dan doe ik er wat fruit bij en dan lekkere lunch. Is dat een goeie? Oké. Wij zitten in de auto. Ik heb hem even klaargemaakt. Ik zag er echt niet uit vandaag. En we gaan even uit eten. Oh, je rijdt nu voor het eerst in mijn auto. Ja. En hoe is het? Heel leuk. Voelt het fijn?
Eigenlijk niet, maar... Hoezo niet? Vind je niet lekker rijden? Omdat je heel streng bent met je nieuwe auto. Ja, gaan we jezelf even opnemen. Hoezo ben ik streng met mijn nieuwe auto? Nee, je wil niet dat ik in je auto rijd. Je mag niet eens muziek aanzetten in je eigen auto. Nee, we gaan nu jouw muziek luisteren. Ja, gelukkig vanaf je eigen telefoon. Het is vandaag zondag. En ik ga eventjes mijn make-up doen. Een beetje simpel wel. En dan ga ik even naar de stad lopen. Zo, ik dacht, ja, ik verveelde me een beetje. En ik heb al gesport en alles. Dus ik dacht, ik ga gewoon even lekker naar de stad. En dan heb ik ook gelijk even weer gelopen. En dan kijk ik even of er iets leuk is. Dus ik ga even mijn make-up doen. Ik ga een klein beetje die van Catrice die doen. Mijn huid een klein beetje glowy is. En dan ga ik eventjes gewoon in de stad lopen. Niet heel bijzonder. Oh, de camera is wel heel wit. Of lijkt het maar zo. En dan heb ik nog een week. En dan heb ik lekker vakantie. 2 weken zelfs. Dus ik kan echt niet wachten. Nou, kijk, dit doet dus niet superveel. En dan ga ik er dus nu eventjes overheen met wat foundation. Stad. Ik ben helemaal gesloopt. Maar ik ga zo ook de vlog afsluiten. Maar voordat, ik heb dus bij de Lidl van die proteïnedrankjes gekocht. En proteïnerepen. Dus ik ben heel benieuwd of deze lekker zijn. Dan heb ik oorbellen gekocht. Deze bij de Shubi. En nu ga ik de vlog ook afsluiten.